De eerste klap was meteen recht in mijn gezicht, mijn bril sneuvelt. Ik heb een grote hoofdwond daar opgelopen met veel bloed, wat in mijn ogen stroomde. En ik kon eigenlijk mijn ogen al meteen niet meer open houden. Ik lag op de grond. Die aanvallen heb ik onderuit geschopt. Die valt dus ook. Maar al terwijl die valt, blijft die op mij inslaan. Ik blijf schoppen en slaan. Dus ik heb hem een paar keer goed kunnen raken. Ik was niet op een confrontatie uit. Zij hebben ervoor gekozen om mij niet een duw te geven en langs me heen te sprinten, maar om mij in elkaar te slaan. En dat is ook het moment dat ik dit als levensbedreigend ervaren heb. Dat is ook mijn prikkel geweest op, ik moet hier tegen invechten, maar als ik dat niet doe, slaat hij me bewusteloos of erger.